Op hoogtijdagen zoals vandaag, wanneer door moslims Eid al-Fitr wordt gevierd, wordt de Roseline Daan, directeur van het directoraat cultuur, opgeroepen de culturele diversiteit hoog te houden. Daan onderstreept dat door samen te leven deze diversiteit inderdaad hoog wordt gehouden. Hier houden we rekening met elkaars cultuur en dat moet zo blijven. Het is een dag, een religieuze dag, speciaal bedoeld voor de moslimbroeders en zusters. Maar tegelijkertijd zijn we met z'n allen vrij op deze dag. Het is een nationale dag geworden, omgedoopt tot een nationale vrije dag. We zijn vrij, we leven mee, we vieren mee. We kennen wel allemaal iemand die het islamgeloofbeleid en bij wie we lekker kunnen gaan samen zitten en eten en zie daar het aspect van de culturele beleving dat we samen met elkaar kunnen leven en samen met elkaar kunnen zijn. In het verlengde daarvan wil ik aangeven, het is een religieuze dag, dat wij koesteren en gaan beheren wat wij hebben. Suriname is uniek op dat stuk. Onze culturele diversiteit beperkt zich niet alleen tot dansuitingen en wanneer we het hebben over de culinaire zaken. Maar we zijn ook uniek op het stuk van religie. Toch, we dulden mekaars religie. Suriname is het enige land ter wereld waar wij een moskee naast een synagoge hebben. We hebben geen spanningen als het gaat om religieuze uitingen, meent Daan. En die oproep wil ik doen om inderdaad dat respect voor elkaar, voor elkaars culturele uitingen, zij het nou religie of anderszins, dat we dat behouden en begrip hebben voor elkaar. Laat het zo zijn dat vandaag voor ons allemaal een belangrijk moment is om naar elkaar te kijken en durven naar elkaar te kijken en zeggen, ik hou van je. Dat is precies waar ik het over heb, die uniciteit. Hè? Wij zijn anders dan zoveel andere landen. Er zijn geen spanningen. Toch? En dat stukje van samenleving, dat is wat we moeten gaan behouden. En inderdaad zijn er nog zoveel andere dagen op komst. We kijken er met z'n allen naar uit. Dat is het mooie ervan. Het is niet dat de ene een beetje schichtig kijkt en een beetje frons. Maar het zijn dagen waarop we zeggen van, hey, gefeliciteerd met de dag. De cultuurdirecteur beaamt dat de meeste Surinaamse nationale dagen niet in hokjes worden gevierd.